Davis Cup duel Oostenrijk en Nederland wordt gespeeld in Kitzbühel. En als eerste in actie zijn Timo de Bakker tegen Dominique Thiem. Thiem, jong, 21 jaar, maar wel de nummer 28 op de wereldranglijst. Staat daarmee beduidend hoger dan de Bakker met 134. En de Bakker heeft natuurlijk wel meer ervaring met het spelen van Davis Cup wedstrijden. En er wordt gespeeld op gravel. En dat vindt de Bakker wel prettig. Het is een beetje een wisselvallige opening van de wedstrijd. Met een goede start van de Nederlander. Die heeft de service van zijn tegenstander te pakken. Houdt vervolgens vol in die opening set die 38 minuten duurt. En de set wint met 6-3. Het is trouwens het eerste treffen tussen deze twee. Begin van de tweede set. Thiem gaat wat agressiever spelen. Gaat beter serveren ook. En kan daardoor meer initiatief in de rallies houden. En die opent uitstekend. De rollen zijn wat omgedraaid. Begin van de tweede set. Gaat wat vrijer spelen. Met name domineren met zijn voorhand. Dat is zijn wapen. Er komt nog wel een comeback in de set. De Bakker komt terug naar 5-4. Serveert dan zelf, maar gaat opnieuw de mist in. Dat is spijtig. Want daarmee gaat de set naar de jonge Oostenrijker. En wordt het 1-1 in sets. De derde set, buitengewoon belangrijke set natuurlijk. In temperaturen hoog in de 30 graden. Fysiek en mentaal een hele belangrijke set, deze derde set. Thiem stond 5-2 voor, had toen 3 setpunten op de service van de Bakker. Maar de Bakker werkte ze allemaal weg. Nu bij 5-3 serveert de Oostenrijker voor setwinst, maar die verzaakt. En kijk eens naar de reactie van de Bakker. Er is weer hoop. Het wordt uiteindelijk een tiebreak. Een tiebreak die de Bakker goed start. Komt zelfs 3-0 voor. Maar dan goede punten van Thiem om terug te komen in die tiebreak. En uiteindelijk wordt het zelfs een setpunt voor de Oostenrijker. Ai, 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 ai. Zonde voor de Bakker. Die zo goed terugkwam in deze set. Een aantal setpunten wist te overleven, maar toch 2-1 achterkomt in sets. In de vierde set is een set die eigenlijk vrij makkelijk aan service gaat. Veel breaks in de eerste 3 sets, maar dat is niet het geval in de vierde set tot aan de 8e game. Daar gaat het mis voor de Oostenrijker. En een hele belangrijke breker door 5-3. De Bakker mag gaan serveren voor setwinst. En heeft geen problemen met het uitserveren van de set. 40-0. Waanzinnig goed geserveerd in deze set. En dat scheelt natuurlijk een hele hoop. Punten waren kort, weinig energie verspild. Een hele snelle set. Dan de laatste set. De vijfde en beslissende set. Een paar moeilijke games om mee te openen. Thiem verloor zijn eerste service game. De Bakker had het daarna lastig, maar wist de breakpunten te overleven. Break dus in het bezit van de Nederlander. Het publiek was onrustig, maakte veel herrie. Het levert ook een waarschuwing op voor Oostenrijk. En de spanning neemt toe in de vijfde set. Bij 5-4 serveert de Bakker voor winst. En hij begint uitstekend aan die game. Eerste service draait als een dolle. Slaat zijn 19e ace. Dan heeft hij vervolgens 3 matchpoints. Hij weet ze niet te verzilveren. Het wordt weer juice. Aantal breakpunten ook voor Thiem. Dit is het 5e matchpoint. Oeh, en dat was een voorzichtige tweede service. Maar Thiem gaat de mist in. En wat is dit belangrijk zeg. Het eerste punt voor Nederland is binnen met een buitengewoon knappe zege. Opnieuw van de Bakker, die wel vaker deden stunten natuurlijk in Davis Cup verband. In verzengende hitte, 3 uur en 55 minuten. Maar de winst is voor de Bakker 6-3. 4-6, 6-7, 6-3 en 6-4. Nederland dus op een 1-0 voorsprong.